U ziet achter mij een van de laatste opengebleven gaten in het centrum van Zaanstad. Zaanstad, er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het centrum. Er zijn nieuwe gebouwen gekomen, er is een nieuwe gracht gekomen. We willen dit gebied voor de inwoners van Zaanstad, maar ook voor bezoekers van de stad, zo aantrekkelijk mogelijk maken. En dat heeft nog iets nodig. En wat het nu nodig heeft, is een plek waar mensen samenkomen, waar het gezellig is, waar je wat kunt drinken, wat je makkelijk kunt bereiken. En wij geloven dat met het cultuurcluster wij een gebouw gaan wegzetten wat 300.000 bezoekers per jaar trekt. Cultuur was en is belangrijk voor deze gemeente. Het gebouw wat we gaan maken is meer dan een bedrijfsverzamelgebouw voor culturele instellingen. Het is een culturele hotspot, echt goed voor de stad als geheel. Het is een ontmoetingsplek. Het gebouw nodigt alleen al door de manier waarop het is opgezet uit om naar binnen te gaan. Te kijken wat gebeurt hier allemaal. En voordat ik kan me voorstellen dat als ik daar over 3 jaar binnenstap, dat voordat ik een kop koffie ga nemen in het restaurant, dat ik even kaartjes koop voor het popconcert waar ik samen met mijn kinderen naartoe ga. Want er zit een poppodium in wat we in Zaanstad nog nooit hebben gehad. Ik kan me ook voorstellen dat ik een maand later binnenkom en in de zaal van Fluxus kijk naar het concert van mijn moeder, die met haar bejaardenkoor daar optreedt. En ik ga natuurlijk, zoals ik nu ook al doe, vaak naar het filmtheater. En het filmtheater De Fabriek heeft daar niet 2, maar 3 zalen en echt een volwaardig programma met de films waar zij goed in zijn. Dus het cultuurcluster, dat gebouw, is voor mij een huis wat staat in deze gemeente, waar je mensen kunt ontmoeten en waar veel meer gebeurt dan de optelsom van de instellingen die daar nu zich gaan huisvesten. En daarom ben ik heel enthousiast over dit cultuurcluster. Nou, wij zijn ontzettend blij met de cultuurcluster. We zien er ook echt een goede nieuwe kansen voor de toekomst. Al onze activiteiten en ook van andere partners komen samen op 1 plek. En dat wordt absoluut een bruisende plaats voor cultuur, voor educatie en ook gewoon om het te genieten. Voor mij is het ook heel belangrijk dat het gebouw, het nieuwe cultuurcluster, van en voor de Zaankanter wordt. Die moet het gebouw gaan gebruiken, die moet er komen met initiatieven, die moet daar kunst en cultuur kunnen beleven. Daarnaast moet hij natuurlijk ook gewoon voor zijn plezier daar naartoe kunnen gaan. Ik geloof dat dit gebouw uitnodigt om meer te brengen op cultuur dan we tot nu toe al hebben kunnen zien in de Zaanstreek. Dat is zo goed in dit gebouw. We hebben heel veel successen geboekt. Er komen meer bezoekers naar de stad. Er komen meer bezoekers naar de gracht. Er wordt meer geld uitgegeven in de winkels. Maar het project is nog niet af. Het is alsof we nu een goed huis gebouwd hebben, maar nog zonder dak. En als we het dak er niet goed opbouwen, dan zal het huis weer in elkaar zakken. En daarom moeten we het nu nog even doorpakken en het project Inverdan goed afmaken.